Vanaf de kerktoren van Amerongen is er een prachtig uitzicht op het stroomgebied van de Rijn. In dit waterrijke gebied liet Floris de Vierde, graaf van Holland en Zeeland, in het midden van de 13e eeuw deze dijk aanleggen. Hij wilde hiermee de landerijen in de polders tussen Schoonhoven en Amerongen tegen het water van de Rijn beschermen. Zijn kleinzoon, Floris de Vijfde, gaf later aan Diederik en Borre van Amerongen toestemming om hier een versterkte stenen toren te bouwen. De toren zal eruit gezien hebben als deze woontoren die daar dichtbij werd gebouwd en wel bewaard is gebleven. In ruil voor voorrechten als het visrecht en tolrecht moesten de kasteelheren het omringende gebied tegen vijandige aanvallen verdedigen. Op de tegenwoordige plattegrond stond de woontoren waarschijnlijk hier. Het kasteel is uitgebreid met een zaal en bijgebouwen als Goert van Reede van Saasveld het in het midden van de 16e eeuw koopt. Tijdens de hervorming gaat Goert met zijn gezin en alle dorpelingen over op de nieuwe godsdienst. Met de pastoor, die de eerste dominee van het dorp Amerongen wordt. Kort daarop breekt de 80-jarige oorlog tegen Spanje uit. Op 8 januari 1584 wordt Amerongen zelfs door de Spanjaarden veroverd. Maar aan het eind van dat jaar is Goert weer op zijn kasteel terug. Zijn geslacht blijft meer dan 3 eeuwen eigenaar van Amerongen. De meest bewogen tijd is die van zijn achterkleinzoon, Godard Adriaan van Reede. Als hij het kasteel erft, zal het er zo hebben uitgezien. Deze reconstructie is gemaakt op grond van recent bouwhistorisch onderzoek en tekeningen van Rogman van 1647. Godard Adriaan trouwt met Margaretha Turnor. Hij maakt een glanzende internationale diplomatieke carrière en ze sparen kosten nog moeite om hun kasteel te verfraaien. Als Lodewijk XIV in 1672 Nederland binnenvalt, zit Godard in opdracht van de Staten-Generaal in Duitsland om troepen te werven. De Fransen rukken naar het noorden op en Margaretha vlucht met de kostbaarste bezittingen naar het veiligere Amsterdam. Er wordt beweerd dat Lodewijk XIV in het verlaten kasteel heeft geslapen. Een half jaar later leggen de Fransen de graaf een brandschatting van 3000 gulden op. Hij is nog steeds in Duitsland en zijn vrouw Margaretha aarzelt te betalen. Dan, in februari 1673, dragen 12 soldaten bossen hout en stro naar binnen. Ze branden het kasteel plat, vernietigen de bijgebouwen en kappen delen van de boomgaard en de bossen. Meteen na het vertrek van de Fransen begint de herbouw. Dit eerste plan, een kasteel met 4 torens, is om onduidelijke redenen niet uitgevoerd. Dit is het ontwerp van het kasteel dat wel werd gebouwd. Margaretha Turnor heeft hierop een belangrijk stempel gedrukt. Haar man is ook tijdens de herbouw steeds op buitenlandse missie en zij leidt alle werkzaamheden. Turnor richt het huis voornaam, maar sober in. De galerij krijgt weliswaar geledingen, maar wordt wit gepleisterd. En ook de schoorstenen van kostbaar marmer zijn nauwelijks versierd. Tot 1795 wonen er min of meer permanent Van Reedes op het kasteel. Dan grijpen echter de patriotten in Nederland de macht en breekt er voor deze zeer prinsgezinde familie een moeilijke tijd aan. Ze maken dan met succes aanspraken op hun Engelse bezittingen, die een van hun voorvaderen daar heeft verworven, en ze vertrekken daar naartoe. Het beheer van Amerongen laten ze aan een rentmeester over. Het bezit is dan ook een beetje vervallen. Als graaf Bentinck het aan het eind van de 19e eeuw erft van zijn oud-tante, de laatste Van Reede. Hij pakt zijn nieuwe bezit grondig aan en gaat er permanent wonen. De tuin wordt aan de mode van de tijd aangepast en hij laat delen van het interieur herinrichten door de beroemde architect Kuipers. De galerij met de sobere inrichting uit de tijd van Margaretha Turnor wordt bijvoorbeeld een eigentijdse portrettengalerij. Hier kijken de Bentincks, maar vooral de vele Van Reedes, op de bezoeker neer.
Als de keizer van Duitsland, Wilhelm II, na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland vlucht, krijgt Bentinck van koningin Wilhelmina het verzoek de keizer voor een paar weken onderdak te bieden. Wilhelm zal aan dit bureau de troonsafstand tekenen en uiteindelijk anderhalf jaar bij de familie blijven wonen. Graaf Bentinck blaast het kasteel dus weer nieuw leven in. Zijn geslacht zal echter geen drie eeuwen op het kasteel wonen zoals de Van Redes. Na Bentincks dood hebben zijn kinderen namelijk het kostbare bezit overgedragen aan een stichting. Deze heeft de taak dit cultuurhistorisch zeer waardevolle monument te bewaren en open te stellen voor het publiek.